Ik ben Dirk De Roze, de CEO van de Willy Naessens Groep, familiale onderneming met hoofdzetel in Wortig en Petegem, maar met ondertussen al meer dan 30 bedrijven die activiteiten uitoefenen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en zelfs vrij recentelijk ook in Roemenië en Denemarken. De Willy Naessens Groep kan je verdelen in twee grote specialisaties, namelijk build en food. En met onze buildtak zijn we gespecialiseerd in de bouw van KMO en logistieke gebouwen, distributiecentra, kantoren, commerciële ruimtes, landbouwgebouwen en zelfs zwembaden. Met onze foodtak, daar zijn we gespecialiseerd in de distributie van verschillende voedingswaren, de productie van vlees en charcuterie, productie van bereide gerechten. En we hebben zelfs een eigen huismerk gekend onder de naam Bourgon. Een sleutelwoord van de Willy Naessens Groep is onze verticale integratie. We hebben zo goed als alles in eigen beheer. En ik neem even de buildtak als voorbeeld. We hebben een eigen studiedienst, grondwerkbedrijf, 11 verschillende prefabbetonfabrieken, eigen montageploegen, transport, aluminiumschrijnwerkerij, los- en laadkade voor schepen, dakdichtingsbedrijf en zo kunnen we maar steeds sneller schakelen. Zijn onze lijnen korter en ook heel belangrijk kunnen we voor onze klanten de kosten drukken. In het kader van diversificatie en risicospreiding leek ons dit geen onlogische stap. Willy had immers van dorpsgenoot Frans Delmote al een paar keer de vraag gekregen om Frankie Fresh Food Groep over te nemen. Echter, Willy lachte het telkens weg, want wat zou een betonboer doen met een food business? Maar na de zoveelste keer vragen is Willy dan toch overstag gegaan en heeft hij in 2007 het aanbod van Frans degelijk bekeken en zijn we in de voeding terechtgekomen. Ondertussen een dikke 10 jaar verder en zijn we van een groentje in de voedingswereld, laat ons zeggen, naar een gevestigde waarde met kennis van zaken geëvolueerd. In zoverre zelfs dat we binnen de foodtak in de voorbije 10 jaar ook de gedachte van verticale integratie geïntroduceerd hebben. En als er één ding is wat ik van Willy heb geleerd, is dat je elke opportuniteit moet bekijken hoe vreemd deze op het eerste zicht misschien lijkt. Uiteraard, hij is niet enkel de stichter van de groep die zijn naam draagt, maar hij is ook nog dagelijks op kantoor. Willy is momenteel ook voorzitter van de Raad van Bestuur en heeft dus het laatste woord over onze lange termijn strategie en controleert, om het in zijn woorden te zeggen, ook de portemonnee van de groep. En uiteraard het allerbelangrijkste, hij verzorgt ook onze PR en dat is meer dan een fulltime job en hij doet dat schitterend. Maar laat ons eerlijk zijn, wie kent Willy Naessens nu niet?